Mundial Productions, de organisatie van Festival Mundial in Tilburg, maakte dinsdagmiddag bekend wat we dit jaar op het festivalterrein kunnen verwachten. Met trots presenteerden ze een programma met veel nieuwe elementen en grote namen. Waar ik wel bijzonder trots op ben, is om Lauryn Hill zo ver te krijgen om naar Tilburg af te reizen. Dat is echt een werk van een paar jaar geweest om grote internationale sterren die echt iets betekend hebben voor het vrouw zijn, maar ook voor de urban scene, voor de hip-hop, om die te strikken, zeg maar, om op 20 juni te komen afsluiten. Maar daarnaast ben ik net zo trots op dat we dit jaar nieuwe kunstvormen op Festival Mundial gaan brengen. Met de Mundial Arena krijgt het festival nu ook meer entertainment. Zoals theater, cabaret, een kappersact en stand-up comedy bijvoorbeeld. Festival Mundial verandert na 22 jaar. Nee, ik denk niet dat we het eigen smoel gaan verliezen. Want ik denk dat Mundial begonnen is ooit als een Afrika-festival om aandacht te vragen voor ontwikkelingssamenwerking. Ik denk dat we alleen maar aan het doorgroeien zijn. Cabaretier Leon van der Zanden kwam met het idee om stand-up comedy aan het programma toe te voegen. Hij heeft op een heel andere manier, in plaats van de muzikale uitwisseling, is hij naar de sloppenwijken geweest van Nairobi. En hij heeft een prachtig programma gemaakt over, hij is op zoek gegaan naar de lach van de sloppenwijk. Nou, dus met stand-up comedy of met klassiek of met dans kun je heel andere ingangen creëren als we het tot nu toe hebben gecreëerd. En dat is onze bedoeling. Maar bovenal is er veel muziek en dans op Festival Mundial. Dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in het Leipark in Tilburg.